Kunstmatige intelligentie kan de zorg verbeteren. Nijmegenaren gaan Schotse bergen beklimmen en even geen stroom in de Nijmeegse binnenstad. Het aantal diagnoses van longkanker in de twee grootste Gelderse steden, waaronder Nijmegen, ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de kankeratlas die het Integraal Kankercentrum Nederland heeft gepubliceerd. Met kunstmatige intelligentie zou de zorg in Nederland op dit gebied kunnen verbeteren. Met 16 miljoen euro start het Radboud 4 nieuwe labs waar ze zich onder andere gaan bezighouden met het ontwikkelen van slimme apparatuur en software die de zorg beter ondersteunen, waaronder radiologen die CT-scans analyseren. Integraal Kankercentrum Nederland lanceerde eerder deze maand de interactieve kankeratlas, waarop te zien is waar in Nederland bepaalde kanker voorkomt. Uit de data blijkt dat longkanker tot de drie soorten behoort die het meest worden gediagnosticeerd. In het Artificial Intelligence Lab van het Radboud UMC wordt er gewerkt aan CT-scans die deze vorm vroegtijdig kunnen opsporen middels kunstmatige intelligentie. Dus wat we met AI-technologie proberen te doen is computers proberen te leren, net zoals radiologen, om afwijkingen in dit soort scans te herkennen. En om computers dat te leren, doen we dat hetzelfde als wij mensen leren. We bieden het veel voorbeelden aan waarbij we zeggen dat is een afwijking en dat is geen afwijking. En daardoor leren we dit soort computersystemen om automatisch afwijkingen in scans te vinden. Net zoals we tegenwoordig zelfrijdende auto's leren om auto te rijden. Dus je ziet hier een doorsnede van de borstkas. Deze afwijking is een erg kleine afwijking in de longen. We kunnen hem ook automatisch meten met de software. En dit is een afwijking van 6 mm. Dus je kunt je voorstellen hoe klein dit soort afwijkingen zijn die we al op dit soort scans kunnen vinden. En wat we uiteindelijk willen bereiken is dat we zien dat dit soort technologie steeds beter wordt. Dat we uiteindelijk kunnen uitsluiten dat mensen een longkanker hebben op basis van de CT-scan. Maar dat we een groot deel van de scans die normaal zijn automatisch kunnen uitsluiten. Met in totaal 16 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Bedrijven is het ziekenhuis deze maand met 4 labs gestart die onder het Robuust project vallen. Ja, het Robuust is een nieuw groot AI-programma waarin overheidsinstellingen, kenniscentra en bedrijven samen gaan werken om betrouwbare AI-technologie voor Nederland te ontwikkelen. Bij het Radboud UMC starten 4 nieuwe AI-labs, 2 bij de afdeling radiologie, eentje bij de afdeling cardiologie en eentje bij de afdeling neurologie. Het Radboud UMC is internationaal gezien een leidend centrum op het gebied van AI-onderzoek in de zorg. Het is ook een van de strategische thema's van het Radboud UMC. En door middel van dit Robuust programma krijgt ons onderzoek een mooie stimulans om in de komende 10 jaar nog verder te gaan ontwikkelen en echt impact op onze gezondheidszorg te gaan krijgen. In totaal omvat het project 17 nieuwe labs met een budget van 87 miljoen euro. Dit lab, dat is gericht op analysering van longkankerscans, is van belang gezien de verwachte toename van het aantal kankerdiagnoses de komende 10 jaar. Daarnaast wil Nederland in de toekomst starten met bevolkingsonderzoek voor longkanker. Jan Fokke Oosterhof en Geert van Nispen gaan op 20 maart de Moonrose in Schotland beklimmen. Dat zijn bergen van minimaal 3000 voet, oftewel 914,4 meter. Een lange en een zware tocht voor de heren op het einde van de Schotse winter. Nou ja, wij zijn allebei van het avonturieren. Wij proberen ons werk ervan te maken en zoveel mogelijk buiten te zijn. En Schotland is gewoon een fantastisch mooi land met 282 bergen boven de 3000 voet, 914 meter. En die willen wij oprennen. De twee heren zijn niet de enige Nederlanders die de uitdaging van de Moonrose aangingen. We zijn niet een van de eerste Nederlanders. Ik weet niet precies hoeveel er zijn. Volgens mij een stuk of 15 die het in ieder geval gefinished hebben. Die ze allemaal beklommen hebben. Maar we willen wel de snelste worden. En hoe snel is dat precies? We hebben uitgerekend dat we er ongeveer 4 maanden over gaan doen. Aaneengesloten. Ze hebben de volgende verwachtingen van hun avontuur in Schotland. Nou ja, het gaat natuurlijk afzien worden. 4 maanden rennen. Ik zei net toevallig tegen jou, we gaan eigenlijk de Nijmeegse Vierdaagse doen, maar dan verticaal 200 kilometer klimmen. En ik denk ongeveer 4.500 kilometer rennen. Dus dat wordt echt wel afzien. En we gaan 20 maart weg. Dus dan zitten we ook nog in het staartje van de Schotse winter met sneeuw. En de bedoeling is dat we veel gaan wildkamperen. Dus het wordt gewoon koud. De heren hebben zich voorbereid door middel van duurlopen en in het bos tegen de heuvel oplopen om aan het omhooglopen te wennen. En dat doen ze al een tijdje.
We zijn nu, ik denk zo'n 2 maanden, toch wel steeds meer aan het lopen. Geert loopt nog iets meer dan ik, ongeveer 3 keer per week. En langzaam voeren we de kilometers een beetje op. En we willen met name de laatste weken nu willen we met onze gear gaan trainen. Dus we krijgen zometeen mooie rugzakken, matjes, tenten, slaapzakken. En dan willen we eigenlijk met bepakking hier gaan rennen op de N70. Want die zie je achter ons, de Nijmeegse N70 route. En dan gewoon hier pukkeltjes klimmen met bepakking. Nou, 20 maart gaan we. Dat is het plan. We zouden iets eerder gaan, maar we willen eigenlijk langer testen. En ook nog langer trainen hier in Nederland. Zodat we gewoon goed beslagen ten ijs komen. Het lijken geen hoge bergen, 914 meter. Maar Schotse bergen moet je niet onderschatten. Het is echt gevaarlijke gebergte. Dus we zitten met sneeuw, ijs, lawines. We moeten goed beslagen ten ijs komen, om het maar zo te zeggen. En op het gebied van voeding komen de mannen niet tekort. Dit zijn overigens lekkere maaltijden. Die kun je iemand echt wel voorzetten, zeg maar. Dus niet vies. Dit zijn energieshots, ja. Daar word je helemaal vrolijk van, en sportreepjes. En daar staat ook een pallet van in Schotland, dus we hebben te eten. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Werkzaamheden van Liander in de binnenstad van Nijmegen, waardoor sommige winkels tijdelijk zonder stroom zouden komen te zitten. Wat uiteindelijk de schade is, zie je zo. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een nieuw coronavaccin ontwikkeld dat mogelijk jarenlang werkt. Het nieuwe vaccin werkt anders dan de huidige coronavaccins en bestaat uit elementen die lijken op virusdeeltjes, maar dat niet zijn. Ze kunnen zich dan ook niet vermenigvuldigen, maar zorgen er wel voor dat het lichaam antistoffen aanmaakt, waardoor het lichaam zich beschermt tegen het echte coronavirus. Na de onderzoek moet uitwijzen hoe effectief het precies is, maar de eerste testen op vrijwilligers zijn succesvol. Afgelopen maandag, op de eerste dag waarop de inschrijvingen voor de 105e Vierdaagse geopend waren, hebben al ruim 12.500 wandelaars zich aangemeld. Dat meldt de organisatie via de sociale media. Tot vrijdag 10 februari kan iedereen zich inschrijven die de wandelmars al eerder heeft uitgelopen of die geboren is tussen 2005 en 2011. Anderen kunnen zich vanaf 13 februari tijdens de tweede inschrijfperiode aanmelden. De 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse vindt plaats van 18 tot en met 21 juli. Een deel van het centrum van Nijmegen zit vanaf vandaag een paar keer zonder stroom. De stroomonderbrekingen zijn nodig om de capaciteit van het stroomnetwerk te kunnen uitbreiden. Iets wat in de toekomst op meer plekken in Gelderland zou moeten gebeuren. In Nijmegen ging de stroom er vanmorgen vroeg voor het eerst vanaf. Winkeliers waren er op voorhand al niet blij mee, omdat ze zelf moeten opdraaien voor de eventuele kosten van noodstroom of uitval. Maar hoe erg was het uiteindelijk? De stroom ging eraf in het centrum van Nijmegen. Maar tot verbazing van sommigen, ook weer niet overal. Er zijn winkeliers gewoon met stroom. Ja, nog wel, ja. Ja. Maar dat is dus de consequentie dat ik donderdag de hele dag er vanaf moet. Want u zit dan op een ander circuit? Ik zit op groep 2, volgens mij wordt dat genoemd. En het is dus de consequentie dat als je vandaag nog stroom hebt, dat je er donderdag de hele dag vanaf moet. Het aantal woningen in de wijk groeit en mede daarom ook de vraag naar stroom. Daarom moet het net worden aangepast. Dit is op meer plekken nodig en dus gaan meer mensen in de toekomst met stroomonderbrekingen te maken krijgen. Je ziet eigenlijk in heel Nederland dat er een tekort ontstaat door de toenemende vraag en het meer verduurzamen. Dus ja, op meer plekken gaan we werkzaamheden krijgen zoals dit. Ja, meer. Liander is niet verantwoordelijk voor de schade bij de getroffen ondernemers. De winkeliers moeten ook zelf voor noodmaatregelen zorgen, zoals een aggregaat. Vorige week hebben we proef gedraaid en donderdag gaat die in actie. Alleen voor de koeling aan de vriezer. Want ik kan mijn bakwand, wat 380 is, kan ik niet aansluiten op een aggregaat. In het centrum van Nijmegen zijn de werkzaamheden na komende donderdag klaar. En dan sport, want NEC die speelt morgen een midweekse wedstrijd. En dan mag de ploeg van trainer Rogier Meijer op bezoek bij de koploper in de Eredivisie Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot is bezig aan een uitstekend seizoen. NEC moet dus hopen op een stuntje. Kan dat? We vragen het aan trainer Rogier Meijer. Ja, prachtige wedstrijd om te spelen. Zondag natuurlijk klassieker gekeken. Niet een hele leuke wedstrijd, maar wel een geweldige intensiteit in die wedstrijd. Ja, daar moeten we ons op voorbereiden. Voor ons een mooie uitdaging om hetgeen wat we in de tweede helft hebben gedaan, om dat daar ook te laten zien. Om te kijken of we daar ook kunnen voetballen. Daar hebben we niks te verliezen. Nee. Is het dan een voordeel dat je ze
treft tussen twee belangrijke wedstrijden voor hun? Nou, ik denk dat zij deze wedstrijd net zo belangrijk vinden, want uiteindelijk staan ze bovenaan. En op het moment dat ze zondag wel winnen, maar morgen niet, hebben ze er niet zoveel aan. Dus ze zullen deze wedstrijd serieus benaderen. Zo zit hun trainer ook wel in elkaar. Dus ja, dat verwacht ik niet. Maar we zullen zelf het heel goed moeten doen om daar een resultaat te halen. Maar dat is wel een geweldige uitdaging. Ja, Soufiane is denk ik weer terug van de schorsing. Die speelt weer gewoon achterin. Die kans wel groot, ja. Dan is Metsan weer fit? Nee. Ga je dan weer voor Dulend? Dat zullen we morgen zien. Ik heb wel wat wel vaker... Maar hij is nog niet weg dus? Nee, hij is nog niet weg. Nee. Wel vaker soms een switch gemaakt ergens in. Of in een speelwijze of in een poppetje. Maar hij is wel een optie. Ja. Ja, vandaag was wederom weer een grijze en een koude dag met temperaturen net boven het vriespunt. Het bleef wel droog en dat zal vanavond ook zo zijn. Vanavond gaat het dan ook weer vriezen, klaart op. Gelijk ook een waarschuwing, want in de nacht kan er op grote schaal mist ontstaan. Morgenochtend hebben we dan eerst nog wat last van die mist. Het is ook koud, want de temperatuur zal maar langzaam boven het vriespunt uitkomen. Uiteindelijk zal de mist opklaren en blijft het een grijze dag. In de loop van de avond wordt de bewolking dikker en dan komt er ook een neerslaggebied over onze regio heen. En daar kan wat winterse neerslag bij vallen. Donderdag dan nog kans op wat neerslag, een stukje zachter met zo'n 6 graden. Vrijdag zien we de zon weer wat vaker, blijft het ook droog. Wel gaat de temperatuur weer wat verder naar beneden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. Zo meteen kun je weer een nieuwe NEC-update bekijken met de voorbeschouwing op de wedstrijd van Feyenoord. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.